Goedemorgen, het is donderdag. Wij eten dus heel vaak havermout met kokosmelk. En gisteren hebben we deze gekocht. In de hoop. In de hoop, want we waren in die Aziatische supermarkt. En wij dachten, hier heb je dus niet onze, die we altijd hebben. Die kokos, haver, dat soort dingen. Dus we hadden deze gekocht. En we dachten nog. Het zal toch niet die zijn om mee te koken. Want toen gingen we ingrediënten kijken. En het enige wat erin zit is. Wacht, waar staat het? Aan de achterkant. Aan de achterkant, oh ja. Coconut extract water emulsifier. Trouwens, jij zit tegen bij 70% water. Er staat 70% coconut extract. Oh, dat zei ik niet. Ik zei alleen water. Dus wij doen dit hierbij. En nog een beetje gewoon normaal water. En het is me toch een partij zoet. Ja, het is gewoon kokos. We zitten gewoon kokroom te eten hier. In kokosvorm, heerlijk. Maar we kunnen het bewaren. Wij allebei. Want we hebben zojuist 1000 calorieën als een bijtmiddag. We zijn klaar met eten voor vandaag. Ja. Ik loop nu dus de hele tijd weer te niezen. Iemand had dus gecomment van, alles is weer sniffy weer naar vliegen. En ik ben serieus altijd sniffy aan het vliegen. En toen heb ik het een keer aan mijn huisarts gevraagd. Ik zeg, ik weet niet meer, ik moest weer naar huisarts. En toen was ik sniffy. En toen zei ik, ja nee, ik heb weer gevlogen en zo. En toen zei zij, je moet er niet te lang over nadenken. Over het feit dat de lucht en adem van al die mensen circuleert in dat vliegtuig. En dat zeg maar zo doorgaat en doorgaat en doorgaat. Elke vlucht weer dezelfde lucht van misschien wel duizenden mensen die je in zit te ademen daar. Ja, ik weet niet wat dat is. Maar ik heb ook wel vaak dat het snel over is. Dus na één dag is het weer voorbij. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik er full blown ziek van werd. Dan is net je weerstand te verlagen of zo. Maar goed. Oh, trouwens, check onze tuin. Geen onkruid. I know, right? Het is een wonder. Onze hovenier is langs geweest om het wat netter te maken. Ja, zo hoort hij er dus uit te zien. Kijk, hoe clean. Ja. Nog steeds plan om naar Amsterdam te verhuizen, hoor, daar die van. We hebben een korte open huizendag. Gaan we ook weer kijken. Maar eerst nog wat dingetjes regelen. Ja. Kijk, ik heb gedoucht, is mijn outfit up to date. Dit is een Topshop trui. Dit lijkt op de Topshop broek, maar hij is van Most Wanted. Mijn Topshop broek, die, dus dit is zeg maar zo'n geribbelde. Die heb ik letterlijk iets van 2 jaar gedragen of zo. En die heb ik zo vaak gewassen, gedragen, dat die helemaal doorzichtig is geworden. En dit is dus de versie van Most Wanted. Same, maar nieuw en niet doorzichtig. Want je zag echt op een gegeven moment string erdoorheen. Dus ik kon hem alleen maar dragen met lange dingen. Dus ja, met heel veel liefde gedragen. En ik heb gewoon weer een nieuw. De geur die ik vandaag opdoe is Kenzo. We hebben een klein beetje aan het klaar. Ik heb mascara op. Ik ga nog even concealer doen, denk ik. Jongens, weet je waar ik zo van behaal? Ik heb dus in Amerika een concealer gekocht. En Foef heeft van mij een hele mooie paarse Burning Man bril gekocht. En die zijn we dus kwijt. Eigenlijk al, we kochten het. Ik heb ook precies nu in de vlogs gezien op welk moment we het kochten. Die dag erna, gone. Dus die ene L'Oreal concealer en dan zeg maar paarse bril. Die hij, oh, baalde zo van. Ik denk dat ik heb laten liggen in dat hotel in Reno of die daarna. Maar bummer. Ja, daar baal ik echt van. Ja, die bril en die concealer. Ja, nou ja. Oké, ready om Foefje naar de oogarts te brengen. En ik heb mijn witte schoenen weer eens aan. En ik heb deze tas. Nieuwe tas wil ik eigenlijk ook heel graag gebruiken. Alleen die matcht niet bij deze outfit. Kijk, zie, daarom ga ik het voor zwart en zilver. Maar ik doe nu eens gek. Oké, Foefje heeft zijn koffertje, want Foefje gaat naar Barcelona. Dus na deze afspraak, gelijk naar Schiphol. Ja. Oké. Zou ik niks zien. Oké, wij zijn onderweg naar Wassenaar. Zo blij dat we nu op doen. Ik vind hem ook echt heel leuk. Thanks. Yay. Beter dan zwart. Zwart maakt mijn gezicht heel hard. Ja, en bruin omdat is je zo'n klein bleek foefje bent.
En nou ja, goed, ik heb hier dan ook een beetje gezalf geluid en zo. Maar het staat gewoon zachter. Anyway, naar Wassenaar, want daar is een of andere dokter waar je heen gaat. Kliniek, wat? Ja, oogkliniek. Ja. En dat is een beetje... Hoe kwamen we hier ook weer... Wat was ook maar de reden dat we weer... We dachten, nu moet ik echt naar de dokter. Omdat mijn vader glaucoma. Oh ja. Dus hij heeft nu dus een glaucoma. En toen was het gewoon... Hij had het ook. En ik heb te veel druk achter mijn ogen. Wat vaak glaucoma is. En toen zijn pa zeg maar de diagnose kreeg, was van... Misschien moet jij ook echt serieus. Omdat die man dus in Turkije dat al zei. En toen belde ik de huisarts en die zei... Ja, dan moet je gelijk gaan. De kat was... Ja. Toen het na je 40ste echt een beetje ontstaan, je hebt het dan, je kan het dan nog wel hebben, maar na je 40ste kan je er pas echt last van krijgen, zoiets. En blind worden, dat is toch? Nee, en glaucoom, dan word je dus langzaam blind. Ze kunnen niet helemaal stoppen volgens mij, maar ze kunnen wel verminderen. Dat is een proces. Ja. Dat is. Weet je nog de arts in Turkije? Want ik had gezegd zo, hij zegt knap jongens, hij is vrijgezel. En dat zij toch gingen zeggen tegen hem, dat was zo awkward. Toen, maar zeg maar, we hebben allebei onze ogen laten checken in Turkije. Er werden echt serieus 10 verschillende tests gedaan. Nou, het kwam er dus uit dat hij een hele hoge druk had. En bij mij kwam er uit dat mijn ogen verbeterd zijn. En toen zaten we zeg maar live. En toen, die oogarts was heel knap, had hele mooie ogen. Dat is ook een typisch, hè. Oogarts heeft dan hele mooie ogen, tandarts hebben hele mooie tanden. Het is gewoon altijd... Nou goed, in ieder geval. En toen, ik weet niet... Waarschijnlijk maakt hij zijn ogen elke dag helemaal spoeltjes, helemaal schoon. Perfect en zo, ja. Er allemaal middeltjes voor. En toen zat, zeg maar, Foef was live of Herwold was live. Ik weet het niet, maar ik zat in die chat onder mijn eigen account. Jongens, kijk even hoe knap hij is. En toen zei, vroeg ik hem, kan je vragen of hij een vriendin heeft of niet in Turks? En toen vroeg ze dat. En toen hij is vrijgezel. En zij in het Turks tegen hem, ja, ze vindt je knap en ze vraagt of ik wel. Dat was zo awkward. Ja, maar ja, ze wist dat je mijn vrouw was. Ja, daarom. Nee, hij deed er ook heel chill over. Daarom, ik dacht ook van, je bent zo, hoe ben je nog vrijgezel, zeg maar. Maar goed, voor een oogcheck moet je dan naar Turkije. Ja, nee. Dames, voor een oogcheck moet je naar Turkije. Ja. Kom maar met je kind op de steun. Oh, wat? Oh, kind op de. Dat is een investering van je welste. Hij heeft speciale druppels in. Zien mijn ogen er anders uit of niet? Nee. Niet dat ik van die mega pupillen heb nu. Ogen is een beetje rood. Maar hij mag dus niet rijden nu. Goed nieuws! Oh, de klauw kreeg dit spul. Wat? Ik zeg goed. Ja, Ole glaucoom. Geen. Ja. Jee, geen glaucoom. Hij moet over 2 jaar terugkomen voor controle. Nee, om de 2 jaar moet ik wel blijven controleren, want het risico is er nog wel, zeg maar. Ja. Maar nu niks. Woehoe. Nu niks. Jee. Maar toch kan hij niet rijden door die druppels. Ja, ik zie van oké. Wauw. Het is heel, ik weet niet wat het is. Het is gewoon heel raar. Een soort filter of een. Een Insta-filter. Nou. Al het licht is heel licht. Zo. Nou, doei. Oké, doei. Tot morgen, avond. Ja, aju. Alright, Foefje afgezet. En nu ga ik eventjes eten. Ik twijfel even langs een Mackie te gaan, want ik wil die vegaburger proeven, die nieuwe. En daarna ga ik iets heel leuks doen. Om 6 uur pas ga boksen. Ik vind boksen zo vet. En ik zie het ook echt als een soort van uitdaging voor mezelf. Om gewoon te leren boksen, sowieso. Maar ook gewoon het hele idee erachter, zeg maar. De zelfverzekerdheid. Het is het spelletje, zeg maar, van boksen. En sowieso lichamelijk. Oké, ik sta in de rij voor de drive-thru. Het is niet gesponsord, trouwens. Volgens mij wordt iedereen... Of althans, er worden veel mensen volgens mij gesponsord door McDonald's. Jullie niet. Ik ben oprecht benieuwd. Ik vind het wel echt serieus zo doodzonde dat ze de vegan burger eruit hebben gehaald. Dat vind ik nou echt... Ik vind het goed dat er 2 vegan burgers zijn nu. Alleen ik vind... Waarom zou je in godsnaam stoppen met de vegan burger, zeg maar? Dat is echt een soort van stapje achteruit. Why? Ik ben er wat flexibeler in. Maar ik weet dat heel veel mensen daar wel gewoon echt waarde aan hechten. En ja, jammer. Ik snap niet waarom. Ik vraag me af wat de reden erachter zou zijn. Zou het minder verkopen? Zou dat het zijn? Terwijl... Ik denk dat het wel een soort van stap de goede richting in is, zeg maar.
Hallo. That awkward moment dat je naast mensen staat die ook in hun eentje zitten te eten bij de McDrive. Dat is gewoon altijd een ding of zo. Ik weet niet. Ik probeer ook echt altijd naast de auto te staan waar niemand in zit. Maar het is druk. Daar gaat hij. Woep. Not bad. Ik heb de milk chicken. Een beetje boring, maar dat vond ik met chicken vroeger ook al. Elke keer bij Mackie. Ik zit hier echt in de brandende zon. Dan heb je zo'n honger. En dan denk je, ik ga voor Mackie. Dan ga ik het eten. En dan tijdens het eten denk je, ik eet veel te snel. Doe rustig. Doe rustig. Je eet te snel. En dan, oh, dan zit je helemaal vol. En denk je, ik had meer. En dan, oh nee, ik zit vol. En dan wacht je even. En dan voel je nu begint... Het gevoel van, oh mijn god, mijn buik ontploft. Oh mijn god, ik ga zo meteen echt buikpijn hebben. Waarom heb ik dit gedaan? Al dat vet en ongezond. En hoe rot voel je je lichamelijk nu? Oh, nee, daar gaat... Ik ben zo blij met die zonnebril. Oh, ik blijf het maar zeggen, maar ik ben zo blij met deze zonnebril. We gaan naar huis. Ik ga zo meteen boksen. Oh, wat heb ik gedaan? Nee. Ik had het echt. Ik moest echt eten. We hebben echt alleen die havermout op van vanochtend. En het is inmiddels alweer 3 uur. Ja, dus ik moest gewoon echt even eten. Ja, let's go. Ik vind het origineel zo. Ik vind het nummer ook leuk. Maar het origineel is zo'n mooi Nederlands nummer. Echt leuk dat hij weer terug is. En Antje en Cleo natuurlijk. Super leuk. Ik ben weer thuis en ik ga er zo van door. Er is iets vreemds, een shift aan, hoe zeg ik dat, elfenes of zo in ons huis ontstaan toen wij weg waren. Want de plek waar Marlies nooit wilde komen, dat was dit huisje. En dit was, ja, ik weet het liever, het is nu jouw huisje blijkbaar. Dit was altijd Siem's plekje, maar kijk eens wie daar nu ligt. Er zitten spinnen. Oh kijk, ze mist haar tanden, nu kan je het goed zien. Ah, Nies, kijk ze omhoog. Hé, hey, lieverd. Ja. Kijk hoe knap. Altijd kletsen. Ja. Zie je, ze houdt haar mondje. Dat kan je nu goed zien. Een beetje scheef nu, omdat ze dus die twee voortanden boven mist. Maar het is niet erg. Ze is nog steeds de knapste prinses. Manies. Zie, ik kan me voorstellen dat het er een beetje gek uitziet of zo, maar... Hé? Hey. Lieve dame. Oh jee, oh jee. Oh, nou. Ja, ga lekker liggen in je nieuwe overwonnen paleis. Een soort Game of Thrones hier in huis. Ja, en hij lag dan weer net op de bank en daar ligt zij normaal altijd. Dus ja, het is weer, hè? Er is waarschijnlijk wat drama geweest, voel ik. Oké, ik heb me omgekleed naar mijn sportkleding. Ik dacht misschien is het leuk om te laten zien hoe ik eruit zie voordat dit hele boksenavontuur begint. Gewoon voor het idee. Het gaat niet over afvallen. Het gaat meer over mijn lichaam. Ja, gewoon qua fysiek hoe ik me voel, hoe ik eruit zie. Ik ben zeker niet de slangste, dat weten jullie. Ik moet wel zeggen, ik sport 3 keer in de week al... 3 kwart jaar inmiddels. En gewoon om sterker te worden en betere conditie te krijgen. En ik voel me sterker. Ik voel me sterker dan ooit. Dus onder dit laagje, er zit inderdaad, ik heb een laag fluff om me heen. Maar daaronder zitten spieren. Ik ben geen topatleet of zo. Maar dit is hoe, ja, dit is, staat nu. Dus ik heb, ja, iets, een klein beetje armspier en zo. Ja, ik heb me heel erg gefocust ook op benen en zo en billen. En dat is ja, hoe ik me nu voel. Ik heb echt enorm veel spierpijn van de workout van gisteren. Omdat we net terug zijn van 2,5 weken reizen. Maar goed, 1,5 uur boksen. Ik heb er zin in. Let's go. Holy cow. Ik tril helemaal. Ik ben zo afgebuld net. Oh my god. Oh, maar ik vind het zo leuk. Ik vind het echt oprecht super vet. Ik vind, jullie weten wat mijn mening is over zelfverdedigingachtige sporten. Het maakt je gewoon, het is goed voor je. Het is mentaal goed voor je, het is lichamelijk goed voor je. Ik ben helemaal fan van. Ik heb echt met een lach op mijn gezicht een paar dingen gedaan. Ik stond een paar keer, want zat ik echt. Maar een paar keer echt gewoon, cool. Oké, nu ga ik naar huis.
En ik heb morgenochtend gewoon personal training. Oh. Oké, let's go home. Ik ben thuis. Ik heb zoveel spierpijn. Grootste fout was om die burger te eten vanmiddag. Dat heb ik geweten. Dat ga ik nooit meer doen. Nou jongens, 3 keer scheepsrecht. Als ik nu weer last van mijn huid krijg, dan weet ik het echt zeker dat het hier al komt. Het is zo raar, want ik neem geen sojaproteïne, maar het is zeg maar... Het is plantaardig, maar niet soja. Maar ja, ik neem misschien dan toch te veel aan. Ja, weet wel, ja. Maar ja, ik heb net gedoucht, heel snel, en dan ga ik even eten. Het is ook 9:15. Ik zit nog steeds natuurlijk in die jetlag. Ik, mentaal denk ik, oké, ik ben eruit. Het is gewoon heel lang tijd, maar mijn lichaam is nog niet gewend. Maar ja, wanneer ben ik teruggekomen? Gisteren of eergisteren? Donderdag. Ik ben dinsdag teruggekomen. Anyway, ik ga even noedeltoepske eten. Ook het water erbij. Ja, als je alleen eet. Vroeger kookte ik echt. Toen ik alleen woonde, kookte ik elke dag voor mezelf. Maar ik ben wel dat ik echt dacht, als zon, weet je wel, niet elke dag even iemand mee of zo. Maar nu, I don't care. Ik eet gewoon noodles. I don't care. En ik wil ook niet, ik zat denk ik allemaal koken, maar ik heb allemaal proteïneachtige dingen bij shake op. Dus gewoon even basic noodles met groenten. Alright, het is 10:50. Ik heb net vlogs geëdit. Ik was weer echt helemaal van slag over wat er gebeurd was. Ik ben nu weer bijgekomen, zeg maar. Want ik had geen zin om de vlog te gaan houden. Maar ik was echt weer helemaal die 2 dagen, zeg maar. Ik ben ook die dagen daarna, letterlijk tot aan dat ik eigenlijk terug ben in Nederland. Ik was best wel emotioneel snel. Dat ik was snel van slag. Ik was snel geraakt door dingen. Ik weet niet. Ik heb ook, zeg maar, als ik nu die vlogs terugkijk, het is zo bizar om dat dan, ja, een week of eigenlijk 2 weken later terug te zien hoe ik reageer. En dat ik dan bijvoorbeeld ook gelijk die dag die naaktfoto heb gemaakt, dat ik eigenlijk gelijk er helemaal voor ben. Zeg maar, weet je wel, een soort van, het leven kan zo over zijn. Het kan zo voorbij zijn. En als ik dan, hoe ik me toen voelde, echt, dat was echt de rotste dag 2018. Dat met die hoofdpijn en dat wat er met dat gas was gebeurd. Ik ben blij dat dat, zeg maar, dat we nog leven, serieus. En ik weet niet. Ik wacht tot het moment dat dit nog soort van een positieve draai in mijn hoofd gaat krijgen. Dat dit positief iets naar boven heeft gehaald. Dus oké, ik ga nu stoppen. Oké, ik ga denk ik toch even lekker in bed liggen. Ik heb net gegoogeld, zeg maar, helpt een heet bad voor extreme spierpijn? En toen stond er van, ja, tijdelijk, daarna verkrampen je spieren weer. Het liefst ga ik echt een jacuzzi in, maar die is, ja, weet je, wij zijn op reis geweest en dan moet je hem altijd even, dan moet het water eruit. Er moet er nieuw water in, nieuw, zeg maar, de hele chloorbalans is natuurlijk helemaal in de war nu. Want je houdt dat altijd bij, normaal, om de 2-3 dagen en nou, dat kon dus niet. Dus dat moet nieuw erin, gaan we zeker doen. Gregor twijfelde nog even. Die zei van ja, dat moeten we wel doen. Het begint wel kouder te worden. Maar ja, weet je, ik dacht nog heel even. Nog heel even van die jacuzzi genieten. En dan als het echt koud is. Want hij kan maar tot 4 graden, geloof ik. Daarna moet hij wel opgeborgen worden. Maar ja, dat zou heel lekker zijn op dit moment. Een beetje niet te hete, lekkere bubbels. Maar ja, hè? Kan niet alles in leven hebben. Luxe probleem dit. Oh, hoep. Ik ga slapen. Welterusten, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer.